Het uitstellen van rechtszaken werkt storend op de rechtspleging. Momenteel kan er geen adequate dienstverlening plaatsvinden vanuit de rechterlijke macht. Zo reageert advocaat Serena Asset op het uitstellen van straf- en civiele zaken vanwege de totale lockdown die op 31 mei is afgekondigd. Uiteraard is het zo dat wanneer het kantongerecht zo lang gesloten is, het belangen van die justiciable, de burgers, niet in acht worden genomen. Wat van belang is, is dat we overeenkomstig de wet de dienst moeten kunnen verlenen naar die samenleving toe. En de grondwet die schreef voor dat elke burger recht heeft om zich te wenden tot een kantonrechter in geval van een geschil. En wanneer het kantongerecht voor de reguliere zaken gesloten is, dan kan geen invulling op dat moment gegeven worden aan het grondrecht wat wij als burgers hebben. En dat is frustrerend voor die rechtspleging. Het is algemeen bekend dat het procederen in Suriname sowieso over het algemeen al heel erg lang duurt. En veel zaken zijn uitgesteld. En zo duurt het hiermee dus allemaal nog langer. Ik moet me haast om te zeggen dat ik het kantongerecht, dat wel het Hof van Justitie, uiteraard ook begrijp. Omdat als er een COVID-uitbraak zou zijn, bij het kantongerecht, dat we nog grotere problemen hebben. Dus het is heel erg belangrijk dat het kantongerecht er alles aan doet ter voorkoming daarvan. Asset zegt dat er alternatieven zijn gezocht om rechtszaken af te handelen die een spoedkarakter hebben. De jurist zegt dat vooral civiele zaken deels digitaal afgehandeld worden. Dit kan echter nog niet bij alle zaken, omdat het digitaliseringsproces verder op gang moet komen. De advocaat geeft aan dat dit oponthoud als heel lastig wordt ervaren door cliënten. Te begrijpen het niet. Het is heel erg frustrerend, want zoals ik al zei, procederen duurt over het algemeen al verschrikkelijk lang. Het is heel erg moeilijk om aan een cliënt uit te leggen dat er al vonnis gewezen moet worden, maar het vonnis is uitgesteld naar volgend jaar. En dan wacht je een jaar lang gewoon om de uitslag te horen van het vonnis. En het gebeurt dat op die dag dan eindelijk het weer wordt uitgesteld. En het is terecht dat het heel moeilijk is voor de mensen om het te begrijpen, want hun belangen zitten op het spel daarvoor. Zij hebben zich gewend aan de rechter. Dus we hebben heel veel boze reacties, maar meer nog uit frustratie en onbegrip. De strafpleiter zegt dat er verschillende manieren van aanpak zijn bedacht voor de behandeling van strafzaken. Voorlopig worden geen nieuwe civiele zaken ingediend, tenzij het om spoedgevallen gaat.